ik als ze geen papier hebben. Het is leuk, het zit helemaal vast. Zo, echt helemaal erin. Dus ik ga zo naar binnen en dan ga ik stiekem filmen voor jullie binnen. Oh, eens kijken wat we nodig hebben. We hebben 30 minuten om erin te komen. Dat is overal zo, maar ja, dan maak ik natuurlijk wel een zoektocht. Om alles te vinden en te doen. Ja, maar ja, dat denk je niet helemaal niet gaan doen. Zoek toch het in het huis. Dus het is altijd zo kunnen. Oké, niet helemaal komen. Want ik moet nog iets zelf om mezelf doen. Dat was ook wel hoop dat dat is. Heel leuke ding. Kom wat de batterij te houden, want ik zeg alles was leeg. Ik heb er nu batterij in gestoken, maar ik weet niet hoe ver hij het haalt. Dus hopelijk haalt hij het goed. Dat is al in orde. Ik ga jongens kijken of ik mijn sleutel heb gestoken. Wat heb ik gekocht? Ik heb een stickers gekocht. En inktpapier natuurlijk. Hè. Dus dan kun je thuis 50 inpakken. Dus ik moet inpakken. Dus dat is het perfecte. Ik weet niet meer ik mijn sleutel heb gestoken, zoals ik altijd. Ik ben direct binnen. Voor mensen denken dat ik niet wat zij gaan eten, wat ik heb het gewoon kopen omdat maandag gaat het begeleiden moet. En dan heb je dat in huis en dan ben ik weer mee te pakken. Dus daarom ben ik dat nu koop. Ik had al die twee stukjes, en dat ben ik vergeten. Ja. Ik ga Fantasia kopen. Ik heb al beloofd toen ze het stierf dat ik Fantasia ook ging aanschaffen. Dus dat gaat hij niet doen. Dus dan gaan we eens kijken of het gaat lukken. Of we het gaan vinden of niet. Ja, dat is de bedoeling. Heel raar als je rondmoet dat al die winkels op dicht zijn. Ja, ik hoop dat ze morgen tegen open mogen. En dan vind ik dat beslist zeker. Hè. Dus ik hoop dat ze morgen tegen open mogen. Het is echt een raar gevoel als ik al die winkels. Maar wij gaan de lokale winkels steunen door ze een Fantasia op te kopen. Ik weet niet hoe ik die moet vinden, ik weet ook niet hoe die er moet uitzien. Ja, ze zullen dat wel weten, zeker wat een goed nieuw Fantasia boek is. Wijzig ik dan. Zal de splitter eens ingesloten. We zijn er bijna. Dus we gaan eens kijken of we het gaan vinden. Fantasia boek. Je ziet het zo. En mijn ogen pikken altijd. Altijd. Ja, dat er dat product komt of zo, ik weet dat niet. Die pikken altijd. Dit is nu een mondmasker dat ik normaal nooit opzet. Want het is het wonderlijk dat ik dit opzet. Dus, we gaan eens kijken wat daar zo'n Fantasia boek is. Fantasia boek.
gevonden. Hier is hem. En ik ga hem nu tussen andere boeken zetten natuurlijk. Maar ik ga hem ook natuurlijk zelf eens bekijken. Ik vind het wel leuk. Dus ja, het is een traditie die ik verder zet. Dus voilà, dat is alles. Nu zien of de olie die ik heb meegebracht genoeg is voor in die frietketel te steken. Dus hier een frietketeltje, een mandje. Dat is hem. Ik heb olie meegepakt. We zijn volop aan het rijden, je hoort. Ik heb het hier aangestoken, maar het is niet echt 100% licht. Dat niet. Zie maar, ik kan jullie kan opzetten. Hè. Ik vind het even zonder die andere. Nog een beetje. Ik heb nog een tweede fles. Je ziet het niet zo goed. Het is ook niet licht om u tegen te zeggen. De batterij is bijna plat. Dus vond je dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.